In deze video een snelle tip voor wie zo'n route video maakt. Go is het zeker. Ik weet niet het juiste type. Ik zal het opzoeken en ik zal het in de video plaatsen. Gebruik die. Je hebt één groot nadeel. Er zit zo'n Ricot, noemt dat, Ricot systeem. Dus dat is gewoon iets waarmee dat in rubber opgehangen is om te voorkomen dat trillingen van de camera, van de werking, doorgeeft aan de microfoon. Maar zoals dat je ziet, na verloop van tijd begint dat te hangen. En hoe meer dat hangt, dus dan neemt geluid van die kant op. Dus hoe meer dat hangt, hoe meer dat geluid van die lens gaat opnemen. Meestal film ik met deze lens, de 18 tot 55 kitlens, 2.8 tot 3.5 zeker variabele opening, maar toch meestal op opening, meestal op 18 mm op wijde brandpuntsafstand. Ben aan het kijken, de lens waarmee dat ik nu aan het filmen ben, dat is de 18 mm f2 lens, dus dat is ongeveer dezelfde hoek, of dat is in feite dezelfde hoek als deze, breedhoek. Maar die maakt veel meer lawaai op zicht, focus systeem. Maar ik gebruik die Rode Wireless Go, waardoor dat je het geluid pas hoort als ik ook echt de camera heel dicht bij de microfoon hou. Omdat er meer afstand is, gaat dat veel minder opvallen, dat geluid. Maar met dat systeem, bij het minste geluid dat je dus creëert hier bij die lens, en denk het luidste naast de trillingen, is het autofocus systeem van de lens, dat maakt het meeste lawaai. Maar dus de tip, ja, dus dat zo hangt, is eigenlijk, dat klikt daar, het is eigenlijk heel simpel, dus dat klikt daar gewoon in. Dus je kunt dat daaruit klikken. En dan kun je dat voetje, als je daar kijkt, dus je ziet dat helemaal verbogen is naar die kant. Dus dan kun je dat gewoon omdraaien. Het is spijtig dat je die niet zo kunt plaatsen. Er zit zo een, het is niet vierkant, het is rechthoeken, dus je kunt enkel zo of zo plaatsen. Maar als je hem dan omgekeerd terugplaatst, zo dus, en dan de microfoon er terug in klikt, ik denk qua oriëntatie, denk ik, dat, ja, dat is nu slecht in beeld, maar als hier die merk aanduiding moet volgens mij van boven staan om de links-rechts goed te hebben. En er zit hier een inkeping ook. Hier, just achter die, zie je die inkeping? Daar past heel dat ding in. En als dat lukt, heb je, als het goed is, ja, het zit er goed op. Kijk, dus dat stond een klein beetje naar boven daarnet, maar gewoon door het gewicht neutraliseert zich dat. En dan heb je gewoon terug een goede microfoonpositie. En die zal nu na verloop van tijd gaat die terug beginnen zakken natuurlijk. Hè. Maar een keer dat het, je merkt het, over het algemeen merk je dat aan de video ook wel, afhankelijk van de lens, dat het focussysteem meer en meer, het geluid van meer en meer opgepikt wordt. En een keer dat dat te veel gezakt is, ja, dan draai je gewoon die voet terug om. Hè. En zo kun je dat blijven gebruiken. Er zullen wel andere systemen staan die meer bestand zijn tegen dat doorbuigen, hoor. Maar voor dit goedkoop dingetje is dat dus op die manier heel gemakkelijk opgelost. Dat was het voor deze hele snelle video.